Ik zie een volle showroom. Wat merkt u van de crisis in Autoland? Nou, op dit moment hebben wij weinig last van de crisis. Zelfs minder dan ik voor dit tijdsbestek had gedacht. We lopen eigenlijk wel lekker door. We verkopen eigenlijk wel gewoon lekker veel auto's. Wat heeft u met Hummers? Ja, weet ik niet. Als ik toch kijk, hè, die auto die spreekt gewoon voor zich. Ik vind het gewoon voor mezelf gewoon een hele prachtige wagen. Het is gewoon een hele stoere auto. En ja, ik kan dezelfde auto kopen als de buurman. Dat doen wij gewoon niet. Wij kiezen gewoon voor het merk Hummer. Ja, en deze is voor uw vrouw? Ja, deze is voor mijn vrouw, ja. Waar rijdt u zelf in? Ik rijd zelf Jaguar XF. De berichtgeving omtrent Hummer, helemaal dat Hummer gaat stoppen, zorgt er juist voor dat er een hoop klanten zijn die denken van, dan haal ik er nu nog eentje. Heb ik straks een collectors item. Dus daar zijn we ook wel druk mee bezig. Een collectors item? Ja, daar gaat het toch naartoe. Mensen die altijd al zo'n auto hebben willen hebben, ja, die denken nu van, dan ga ik nu nog eventjes snel mijn slag staan. Ik koop nu nog even een nieuwe Hummer, voordat het straks niet meer kan. Je mag rustig weten, deze koop ik voor, nou met alle accessoires erin staat hij op 73. Als ik er andere auto's tegenover zet, hè, waarvan er enkele honderdtalen al op de Nederlandse wegen rijden, vind ik het geen dure auto. Wat denkt u van al die autodealers die omvallen op dit moment? Bent u nog een stuk gezonder? Ja, ik denk dat die autodealers er daar altijd zelf ook een beetje naar hebben gemaakt. Ze moesten natuurlijk altijd in kapitale kastelen zitten van hun importeur. En ze hebben eigenlijk helemaal vastgezeten aan enkele modellen. Ja, en als dan de geldkraan wordt dichtgedraaid en je moet het zelf ineen ophoesten, ja, dan krijg je het moeilijk in zo'n situatie. Mijn vrouw heeft hem uitgekozen, die staat hier wel bij, maar die kunnen we wel even bijhalen. Ja, ik vind gewoon, ik had een zwarte Hummer en ik heb nou gewoon een witte. Ik vind het geweldig gewoon. Ik mag graag in een Hummer rijden. Maar u had al een zwarte? Ik had een zwarte. En ik heb nou dus een witte, dus... Je moet er helemaal een beetje van huilen, lijkt wel. Ja, inderdaad, van de blijdschap. Ja, nee, ik vind het geweldig. De grote auto's, die zijn minder in trek, lees ik overal. Betekent dat ook dat jullie in iets kleinere auto's gaan stappen? We zullen het niet snel gaan doen. Ons eigen hart ligt meer bij die grotere SUV's en ook dat van onze klanten. En ja, er wordt nu gesproken over in een kleine auto, in een kleine dat. De klanten begrijpen wel dat het alleen maar om geld gaat en helemaal niet om milieu. Iedereen weet dat een vulkaanuitbarsting vele malen erger is dan alle auto's ter wereld op CO2 rondrijden. Dus dat gaat allemaal niet op. Iedereen begrijpt dat het over geld gaat. En als jij een grote caravan hebt of als jij een groot gezin hebt, dan heb je toch een grote auto nodig. Ik kom uit Groningen. We hebben zelf in het noorden geen Hummer dealer. Nou, ik wil natuurlijk wel zeggen dat wij in het noorden hebben wij natuurlijk ruimte zat. En ja, goed, je ziet ze bij ons ook heel weinig rijden. En ja, als ik met mijn Hummer weer de straat op kom, ja, dan stelen wij helemaal de show.